Dag dames en heren. Het is al een tijdje prachtig voorjaarsweer in Nederland. Prima weer om natuurlijk alvast op de camping neer te strijken. De komende dagen voor velen begint de meivakantie. Ja, en juist op dat moment zien we dat het weer wel gaat veranderen. Vanaf grote hoogte zien we vandaag dat Nederland met weinig bewolking te maken heeft. Noemenswaardige bewolking zit vooral ten oosten en ten zuiden van ons. Het is wisselvallig in het Middellandse Zeegebied. In Spanje en Portugal vallen buien. In het binnenland is de afgelopen dagen zelfs sneeuw gevallen. Ook ten zuiden van Madrid bijvoorbeeld in de bergen. En ook ten oosten van ons zit bewolking. Bijvoorbeeld op de grens tussen Belarus en Oekraïne. En die bewolking met de oostelijke wind schuift via Polen en Duitsland ook langzaam onze kant op. Hoge druk vinden we boven het noorden van Europa. Dat hoge drukgebied gaat overigens wel wat in kracht af. Nemen. En dat betekent dat die lage drukgebieden wat meer invloed gaan krijgen. En zo zien we vanavond en vannacht met die oostelijke wind wat wolkenvelden overtrekken. Morgen ontstaan wat stapelwolken, maar verder hebben we in eerste instantie veel zonneschijn. Maar in de loop van het weekend komen dan vanuit het zuiden lage drukgebieden dichterbij. De meeste neerslag valt nog altijd ten zuiden en ten oosten van ons. Maar we krijgen er wel een schampschot van mee en de temperaturen lijken ook wel wat omlaag te gaan. Nou, ook vanavond en vannacht koelt het natuurlijk af. Een graadje of 8. Er trekken dus wat wolkenvelden van oost naar west over het land. Maar er zijn ook wat opklaringen. En zeker landinwaarts stelt de wind nog niet al te veel voor. Maar morgen gaat het veranderen. Die oost- tot noordoostenwind is nadrukkelijk aanwezig. In de middag misschien zelfs wel een beetje een spelbreker. Bovenland een volle windkracht 4. In open gebieden zelfs af en toe windkracht 5. Iets dat we bij grote wateroppervlaktes in de middag zeker gaan meten. Een volle windkracht 5 uit oost- of noordoostelijke richting. Daardoor komt de temperatuur ook net even wat lager uit. Zo'n 15, 16 graden in het noorden. En op een beschutte plek in Brabant en Limburg kan het misschien nog 18 graden worden. In de ochtend veel zonneschijn. In de middag ook stapelwolken. Maar ook dan krijgt de zon nog volop de ruimte om door te breken. Ook zaterdag kunnen we nog veel zonneschijn verwachten in grote delen van het land. Want later verschijnen in het zuiden toch al wel wat wolkenvelden. En ondanks dat er dan ook weer een stevige wind staat uit de oostelijke richting, zien we toch dat de temperatuur weer een klein beetje winst kan boeken. Want in het zuiden van Nederland kunnen we zelfs temperaturen van zo'n 20 of 21 graden noteren. Maar het is voorlopig de laatste echt mooie lentedag. Vanaf zondag zien we dat er meer wolkenvelden over het land schuiven. Daaruit kan vooral in het zuiden en oosten ook een beetje regen vallen. En na het weekeinde, als de wind wat meer uit het noorden gaat waaien, dan zien we ook dat de temperaturen naar beneden gaan. En ondanks dat af en toe de zon doorbreekt, valt ook die dagen af en toe wel eens een keer een bui. Tot de volgende keer.